1, 2, 3. Gladiators! Natuurlijk is lacrosse meer dan alleen pasen. Daaronder valt ook checken. Daarvoor heb ik een specialist meegenomen. Ja, ik vond de pasen wel leuk, maar... Oh, jezus. Ik heb hem. Hey. 2 euro. Oh, mijn auto. Ja, het was niet slecht. Dat is verschrikkelijk slecht. Het is een gevaarlijke sport. Zo! Er gebeuren zelden of nooit geen ongelukken. Als je die tegen je hoofd krijgt, dan heb je echt pijn, hoor. Ja, die is hard. Yo! Yo! Oh, even blij dat ik hier zit. Het is geen voetbal. Wat gebeurt er? Oh ja, als je pakt tussen je benen door ook. Dit is echt een sport voor mij. Denk jij dat ik dit niveau wel aan kan? Het is een triest. Ja, je hoort bij mij, jongen. Oh, joh. Lekker. Ja. Ja, nee. Niks. Nee! Het verkeerde. Dat is een aardbeving volgens mij. Oh! Oh! Ja, dat ging lekker hoor. Je doet altijd op één cyclus van de arm, doe je 2 beenslagen. Ja, wat kom je doen? Ja, ik wil eigenlijk wel meer weten van de karate. Ja, maar joh, je bent voor te laat. Begin om 7 uur. Ja. Ga er maar uit. Hebben jullie ook iets ter bescherming? Met name in de training. Scheenbescherming noemen we dat. Ja. Dan kun je dus ook naar het hoofd trappen zonder dat je elkaar pijn doet. In de wedstrijd mag je ze niet doen. Nee. Dan heb je geen bescherming behalve een tok. Ah! Ja, ook. Ah! Oh, nou, dit was duidelijk. Oh, daar lig ik weer. Het is iedere week hetzelfde. Kom op, Asje. Kom op. Rechtop, bewegen. Bewegen. Het is echt zwaar. Oh, hou rekening mee, die shuttle kan hard aankomen. Er gaan geluiden van 350 km per uur. Verenshuttles zijn gewoon van ganzenveertjes gemaakt en die gaan ook sneller af. Ja. Volgens mij is dit niet verkeerd hoor. Nee, ik vind wel dat je een pluimpje verdient hebt. Nou, dat vind ik top. En er zijn zelfs sprongen op video vastgelegd van 18 meter. Ja, hij zwaait, het zal wel goed met hem gaan. Mocht je in de problemen komen, even met 2 handen gaan zwaaien. Maar volgens mij kunnen we gewoon weg. Hoi. Zo, volgens mij ben ik dood. Dit moet de hemel zijn, geweldig. Waar ben ik in hemelsnaam beland? We zijn cheerleader bij Donar. Dat is een aardig uitzicht trouwens, hoor. Ja, heel fijn. Ah, dat kan naar beneden, Martin. Ja, heel graag, maar dat wil niet. Dat wil niet. Af. Maar straks mag je aan de voorkant, hè? Heb je nog steeds over dansen? Die dweil die daar aan de muur staat, daar krijg ik meer beweging uit dan uit jou. Nee, kom, ik wil gewoon liever dat je naar huis gaat. Ja. Keurig. Yes! Ja. Ja. Yes! Joehoe!
Oh, oh, geweer in de veilige richting. Oh. Oké. Okay. Hoe snel kun je eigenlijk met zo'n bal gooien? Nou, als je een klein beetje getraind bent, dan haalt die bal een snelheid bij de heren van 100, 120 km per uur. En dat is best wel hard. De bal staat er gewoon in. Hier is gewoon helemaal blauw. Zie je? We gaan even van een rondje tegen de keeper. Ik weet niet wat we gaan doen. Een rondje tegen de keeper. Jij alleen tegen de rest. Alles moet erin. En moet de flinterhaard moet dat erin. Ja, ik knap. Hier zit een schakelaartje in. Zodra die overgaat, geeft hij via dat kabeltje uiteindelijk aan een apparaat door dat je iets geraakt hebt. Ah, de absolute verdediging. Hoppa! Op een voet. Ja, ja! Zijn voet. Zijn voet. Joehoe. Oké. Okay. De verdediging is terug. Ah. 3-1. Ik heb nog steeds een kans, hoor. Yo! Yes! Wow. Ik heb afgesproken bij de trampoline. Take 2. Het eerste team was bij de afgelopen NK vierde geworden. Derde geworden. Oeh, fout trainen. Gek van die dames hier, toch? Ik had dat niet. Je probeert nog niks, hoor. Je moet je benen nee, ik kom echt niet verder. Maar je bent toch topsporter geweest? Ah, stop, stop, stop. Je bent een bruut, ben je. Zo! Er komt een nieuwe variant. Wow. Nou, deze was de beste. Je hebt het helemaal verprutst. Je bent niet heel geschikt. Streng, hoor. Je bent kansloos voor deze sport. Ik moest het... Ah! Sorry!